BMX 2 race 1 on a fast drying surface. But no one saw Joel Roulant coming in as Boutron and Jake Nichols, Trey Van Horbeek front and eventually would go on to win the race. But Joel Roulant, once again, after making a pit stop in fifth position, Van Horbeek meant he came through third. Roulant came home to win his race. Roulant won the Grand Prix, and that was your podium right there. Roulant, Van Horbeek, and Jordi Tixier. The season hasn't been so great, but finally we start to go the right direction, and I'm looking forward to this weekend. And we will see. I hope we can build from the good result last week and go in the right direction. My dream to become a professional racer, and it all went kind of quick, and I always did 100% my best to get there, and yeah, it has always been a dream. Waar zijn we vandaag en wat gaan we doen? Wie ben je eigenlijk? Vertel eens even wie je bent. Ik ben Joel Roulant. Sinds oktober geleden. En ik kan me een tijd nemen, maar ik denk op het einde dat ik wel een goede blokpasje kan zetten. En wie ga je dan blokpassen? Ja, jij natuurlijk. En waarom is het speciaal dat je gaat crossen? Wat is het probleem? Wat is er bij jou gebeurd? Niks, ik heb geen probleem. Mijn grootste probleem zit achter de camera. Nee, oké, je bent verlamd. Maar wat heb je aan jouw motor al moeten veranderen om het een beetje goed te maken? De zadel, dat ik vast zit in de zadel. Dan de achterrem op het stuur. Een halfautomatische koppeling dat ik mijn knopje kan schakelen, dus ik heb geen koppeling aan het stuur. En dan voetsteun, hè, dus om mijn voeten in te zetten en dan mijn benen vast te maken. En dat is het eigenlijk. Nou, we gaan zien wat het wordt. Ja. Ben er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Klaar geboren. What are you going to do? Huh? What are you going to do? Motocross pak aan! Yeah.
Jawel. We hebben gereden. Ja, ik nog twee keer. Vertel eens even aan de kijkers. Ja. Dan geef ik eens even gas en dan is ze beneden met zijn camera. In het begin als exciting laps aan het doen zijn, dan is ze aan het filmen. En als ik dan begin te scrubben en eindelijk begin te springen, dan is ze beneden. Hé, hey, maar trek op pakjes aan dan, man. Doe nog, en nog, ik hoef maar één ronde te doen, dan volg ik één ronde. Ja, ik zit in shock hoor. Nee jongen, ik vind het echt mooi. Echt respect. Die bulten die gespringt. Ik ben niet snel positief, want vandaag ben ik de trainer en dan moet ik in jouw schoenen gaan staan. En dan moet ik dus gewoon afzuiken tot en met in jouw schoenen gaan zitten. In mijn stoel gaan zitten, ja. Nee, maar ik vond het echt mooi. Goed bezig.